De Nijmeegse Roan Korver en Amel Baktiet hebben 2 keer goud gewonnen op de wereldkampioenschappen kickboksen in Italië. Zowel op het onderdeel kickboksen als Muay Thai zijn ze nu het beste in hun leeftijd en gewichtsklasse. Ondanks deze topprestatie blijven het 2 nuchtere middelbare scholieren. Trainer Mohammed Hadroen is erg trots op zijn leerlingen. Volgens hem kunnen we dan ook nog veel van het sportieve duo verwachten. Ik heb voor Muay Thai en kickboks gekozen omdat het... omdat je dan als je verliest, dat je dan voor bijvoorbeeld de anderen nog kan winnen. Dus je hebt eigenlijk 50% kans om te winnen. Het was super leuk om te winnen, want dan heb je wel iets bereikt wat je eigenlijk altijd voor traint. Dan heb je dat iets bereikt en dat is wel fijn. Het is een goed gevoel. Het is leuk om te winnen, want dan kom je zeker niet voor niks naar Italië. En ja... Dan als je terug naar Nederland gaat, heb je toch een titel. Ik had niet verwacht dat ik goud zou pakken, want het is moeilijk, want je vecht tegen andere landen. En het is wat anders dan in Nederland vechten, want je gaat wel naar een land toe en je vecht daar tegen andere landen. Ik besefte pas toen dat ik wereldkampioen was, toen ik echt op die nummer 1 stond en dan dat ze mij gingen oproepen. Toen pas dacht ik, ik heb wel gewonnen. Mijn toekomstplannen zijn ook wel om gewoon prof te worden. En naar alle landen om te reizen, om daar te vechten. Ik ben heel trots omdat we een zeer goede prestatie hebben neergezet. 4 gouden medailles is ongelooflijk. We hebben er heel veel jaren tijd in gestopt in onze pupillen. En nu op het WK hebben ze het laten zien. En vooral tussen al die toplanden. We hebben er heel wat rondlopen. En ik denk dat er nog wel zeker een stuk of 5 van de wedstrijdgroep tussen zitten die het uiteindelijk in zich hebben. Zitten, om uiteindelijk ook wereldkampioen te kunnen worden.